Mijn naam is Benno Bloem, ik ben 24 jaar en ik werk in het onderhoudsbedrijf van Watergasmeer in Amsterdam. De trein blijft 2 dagen binnen staan, dan is onderhoud gebeurd. Dat gebeurt in dag 1 en dag 2 zijn de herstellingen. En dan gaat de trein zonder defecten weg. Ik werk nu sinds 3 jaar ongeveer. Ik ben eigenlijk een sleutelaar van origine. Kon ik eigenlijk van mijn hobby mijn beroep maken. En dat is eigenlijk wel gelukt. Ik heb nu de deksel van de filtercassette opengehaald. Sowieso vangen we het eens in de 90 dagen om de lucht schoon te houden. De elektriciteitskast moeten wij nakijken. Zijn er beschadigingen? Het hoort allemaal gewoon netjes te zijn. Een beetje stof is oké, maar het mag ook niet te veel zijn. Maar deze draag ik heel netjes uit. Hier is eigenlijk vrij weinig mee aan de hand. Dus ik doe hem gewoon weer dicht. En het gekste wat ik heb meegemaakt is eigenlijk een ICE. Daar zat een beschadiging op de voorkant. En dat vonden wij al apart, dus we zijn onder gaan kijken. En toen bleek er een hert te zijn aangereden. Alleen dat heeft de machinist niet gemerkt. Dat was wel even een heel raar mankement, zeg maar, wat wij zagen. Als je in één keer een hert om je boven ziet hangen. Je komt nooit dezelfde storing tegen, altijd andere dingetjes. Ja, dat maakt het werk veelzijdig. Je doet niet elke dag hetzelfde, absoluut niet. En de omgang met collega's, dat is het allerleukst. Je zit vast. Je krijgt niemand los.